ik ben Juliet. En ik Flor. En onze papa is leraar contrabas. Zullen we hem eens laten zien? Oké. Hallo. Hoi papa. We hebben een paar vragen over jouw instrument voor de leerling van de muziekinitiatie. Ah, leuk. Wat is dat voor een raar groot instrument? De contrabas. Wat is eigenlijk een contrabas? De contrabas is een strijkinstrument, net zoals de viool of de cello. Maar de contrabas is het diepste strijkinstrument. Dus die speelt de diepste, de laagste tonen. Laat dat eens horen. Je kan er toch ook melodietjes op spelen? Zeg, wat kun je doen met een contrabas? De contrabas is een instrument waar je heel diverse stijlen mee kunt spelen. Je kan er met een symfonisch orkest spelen. Dat is meestal met veel bassen samen. Of in een jazzensemble of in een popgroep. Het lijstje is eindeloos. Maar we zijn toch veel te klein om contrabas te spelen? Maar ik denk dat er voor iedereen wel een contrabas bestaat. Ja, zeker. Zelfs voor de kleinste. Hoeveel leerlingen contrabas heb jij? Momenteel zitten er 10 leuke leerlingen in de contrabasklas. Oké, dag. Wij gaan terug naar de volgende.